Leuk dat je kijkt naar nou, weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal praten we veel over beleggen en kijken we dus ook regelmatig naar de cijfers van een bedrijf. Bekijken we, analyseren we die cijfers? Maar laten we ook in deze video even een stapje terugnemen om te gaan kijken van wat zeggen deze cijfers, wat kunnen we ervan leren en waar moeten we op letten? In de video van vorige week keken we naar de resultatenrekening. Dat is één van de drie onderdelen van de financiële gegevens die een bedrijf geeft. En in deze video wil ik dan juist gaan kijken naar de balans. Wederom wil ik gaan kijken op hoofdlijnen, wat we daar tegen kunnen komen, waar we op kunnen letten. Dus laten we snel beginnen. En net zoals in de vorige video gebruik ik ook in dit voorbeeld de gegevens van Apple, alleen nu dus in dit geval de balance sheet, de balans van het bedrijf. Je kunt deze ook weer wederom eenvoudig vinden door bijvoorbeeld gebruik te maken van Google. Pak weer Apple, investor relations, en meestal in hetzelfde document waar ook de resultatenrekening staat, zul je ook de balans vinden. Of je kunt natuurlijk wederom gebruik maken van beleggertools. Daar staan ook alle financiële cijfers per bedrijf in een rijtje, maar je kunt daar ook makkelijk eh, kwartalen met elkaar vergelijken of bijvoorbeeld de jaren met elkaar vergelijken. Maar in dit voorbeeld pakken we dus wederom één balans van één bepaald moment omdat dat makkelijker, wat overzichtelijker is, makkelijker uit te leggen is. En zoals je ziet bestaat het eigenlijk wederom ongeveer uit een A4'tje. Het is eigenlijk twee onderdelen. Een balans is eigenlijk de bezittingen van een bedrijf en de schulden van een bedrijf die we zien. En de bezittingen, ook wel assets genoemd in het Engels, of de liabilities, dat zijn eigenlijk de schulden de risico waar je risico over loopt... en dat is dus dingen die je hebt geleend bijvoorbeeld. Uh, dat zijn dus de liabilities, oftewel de schulden van het bedrijf. En nu staan ze in dit geval onder elkaar. Misschien heb je op school ooit geleerd... zo ben ik het tenminste vaak tegengekomen... dat het naast elkaar staat. Dan staan de bezittingen aan de linkerkant van de balans... en de schulden aan de rechterkant van de balans. En zo zien we ook meteen trouwens waarom het een balans is... want we zien dat het totaalbedrag van de, van de bezittingen, de total assets... 350 miljard is en dat komt overeen met het totaal aantal schulden dat ze hebben. Oftewel. De schulden en de bezittingen zijn in balans, dus daarom wordt het een balans genoemd. Laten we dan eerst even gaan kijken en inzoomen op de assets, oftewel de bezittingen van het bedrijf. En daar zien we ook weer twee onderdelen. De current assets, die staan vaak bovenaan. En dit zijn current, dat betekent dat het binnen een jaar om te zetten is naar cash, dat het meer voor de korte termijn is. Je ziet daar ook verschillende onderdelen trouwens van staan. Uh, het is zo dat degene die bovenaan staat het snelst. Eigenlijk om te zetten is naar cash, of misschien al zelfs wel cash is. En hoe lager het op het rijtje staat, hoe verder het naar beneden staat, hoe langer het waarschijnlijk zal duren om daar een cash-positie van te maken. Kijken we nou welke dingen dit eigenlijk zijn. De vertalingen, wat houdt het in elke positie? Het is natuurlijk wel zo dat. Um, misschien noemt het ene bedrijf het net iets anders dan het andere bedrijf. Of misschien heeft het ene bedrijf er wel mee te maken. En het andere bedrijf net niet. Ik pak puur even als Apple als voorbeeld, omdat het een groot bekend bedrijf is. Um, en gaan we hier dan kijken, dan zie je bijvoorbeeld cash en cash equivalents. Dat is bijvoorbeeld het contante geld. Geld dat op bankrekeningen staat, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ook de verklaring waarom dat het juist heel snel om te zetten is naar cashgeld. Vervolgens de marketable securities. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan obligaties, aan aandelen. Um, eigenlijk gewoon dingen die verhandeld worden op de beurs vaak ook wel. Accounts receivable en dit is dan het geld dat je ontvangt, dat je te ontvangen hebt eigenlijk. De debiteuren dus, je hebt inmiddels al wel iets geleverd, een product, een dienst, een factuur gemaakt. Maar die moet nog betaald worden door de debiteur in dit geval. Inventories vervolgens, dat is de voorraad. Waarschijnlijk zul jij niet ieder product maken en vervolgens direct verschepen. Maar waarschijnlijk heb je een bepaalde voorraad opgebouwd. Dat zien we hier dan terug in komen. En natuurlijk heeft een voorraad ook een bepaalde waarde. Het is een bezitting die je hebt. Het zijn niet zo langer meer de grondstoffen. Of misschien zijn het wel de grondstoffen. Maar uiteindelijk ook de producten die al klaar zijn. Maar nog niet verscheept zijn. Nog niet verkocht zijn. Dus dat, ook dat heeft een bepaalde waarde. In het geval van Apple zo'n 5,5 miljard. Vervolgens zien we de vendor non-trade receivables. En dit zijn eigenlijk betalingen die je doet aan niet-leveranciers. Je hebt natuurlijk het verschil tussen leveranciers. Dit zijn dan de crediteuren die je hebt. Of misschien de niet-leverancier. En hierbij kun je denken bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Jij moet de Belastingdienst wel geld betalen. Ook al is het geen leverancier van jou. Dit komt natuurlijk omdat je personeel hebt. Daar betaal je heffingen over. Loonbelastingen over bijvoorbeeld. Of andere dingen waar je belasting over betaalt. En dat zien we dan ook hier terugkomen. En vervolgens staat er nog een post met overige. Daar kunnen heel veel andere dingen onder vallen. En dat is hier ook wel het geval. Het is een best behoorlijke post van bijna 16 miljard. In ieder geval in dit geval zien we dat de current assets. Oftewel dingen, posten die dus eigenlijk binnen een jaar. Eventueel op te zetten zijn naar cash. Zo'n 118 miljard zijn in het geval van Apple. En ook hier zie je wel weer een vergelijking van de drie maanden zo. Uh, of de zes maanden is het zelfs geloof ik, dat ze hierin meenemen. Omdat Apple een ander boekjaar heeft dan een kalenderjaar. Uh, dat is ook altijd belangrijk om bij, bij te houden. Dat niet zeggen dat een. Het eerste kwartaal van een kalenderjaar loopt niet af op 26 maart, maar op 31 maart. Terwijl het hier dus net iets anders is. Maar in ieder geval wel weer zo gedaan dat in deze periode, je kunt vergelijken met de periode daarvoor van dezelfde, van dezelfde lengte, ook 6 maanden. Zodat je kunt zien van, hebben ze meer cash? Hebben ze meer uh, geld nog te ontvangen van mensen, van debiteuren? Nee, dat is minder in dit geval. Zo kun je wel zien waar de verschillen zitten. En natuurlijk is dit misschien ook wel iets te maken met de feestdagen die eraan komen, bijvoorbeeld. Dus zeker op kwartaal-op-kwartaalbasis kan er best wel ooit een verschil zijn vanwege seizoensinvloeden, bijvoorbeeld. Kijken we vervolgens naar de non-current assets. En dit zijn. De current assets waren korter dan een jaar. Non-current zijn, dus juist langer dan een jaar. Het duurt langer om deze bezittingen over te zetten in cash. Ik wil niet zeggen dat het niet kan binnen een jaar. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren, of dat je dit van plan bent in ieder geval. En kijken we wat we hier bijvoorbeeld zien. Hier zien we ook marketable securities. En dit gaat dan misschien over obligaties die je hebt als bedrijf zijnde waar geld in zit, maar die dan pas over een jaar of langer dan een jaar pas. Um, eigenlijk de looptijd nog hebben. Die lopen niet binnen een jaar af, bijvoorbeeld. Je hebt gebouwen, machines, die hebben ook een bepaalde waarde, maar die ga je niet verkopen of ben je niet van plan om te verkopen in het komende jaar. Ook die zien we hier terugkomen. En wederom een post met overige in dit geval. Nou, veruit, het meeste zit in dit geval bij Apple voor de lange termijn in marketable securities, maar ook hun eigen property, plans, equipment, gebouwen, machines, dus bijvoorbeeld de echte Activa zijn zo'n 39 miljard waard. En de overige post, zo'n 52 miljard. In totaal komt dit dan neer op 232,5 miljard. En samen met die 118 miljard van de current komen we uit op een totaal aan bezittingen van 350,6 miljard in het geval van Apple. En dan wel op een specifiek moment, namelijk op 26 maart van 2022. Maar dat was de linkerkant van de, van de balans. De, de bezittingen die ze hebben. Laten we nu gaan kijken naar de rechterkant, oftewel de schulden die ze hebben. En die zien we dan weer. Wederom eerst als current liabilities, wederom current korter dan een jaar. Een schuld die je eigenlijk moet betalen in het komende jaar, zoals ik hier ook heb uitgelegd. Wat zijn al die posten die we dan hier tegen gaan komen? Nou, we zien onder andere accounts payable... oftewel de leverancier die jij nog moet betalen. Je hebt misschien onderdelen grondstoffen gekocht... om een product te maken. En die producten of die onderdelen... die grondstoffen moet je nog betalen. Je hebt vaak, krijgt vaak een factuur. Je hebt 30, 60 dagen de tijd om een factuur te betalen. Dat zijn de crediteuren. Die zien we hier. En in het geval van Apple is dat zo'n 52,6 miljard. Other current liabilities... Andere overige schulden zien we hier. Ook een behoorlijke post. Vind ik wel al vaak opvallend dat zo'n grote post niet verder gespecificeerd wordt. Zou misschien ooit wel interessant zijn. Zo'n 50 miljard. Dan zien we deferred revenue. Oftewel, je hebt eigenlijk al wel een betaling ontvangen. maar je hebt nog geen producten geleverd. Eigenlijk dus een beetje andersom als wat we eerder zagen. Het um, kan nooit zo zijn dat iemand al in het voren betaalt. omdat hij dat fijn vindt, omdat jij dat misschien verlangt. Misschien heb je wel een bepaald type klant waarvan je weet, daar gaat het niet zo goed mee, daar heb ik slechte ervaringen mee. Dan ga ik natuurlijk vragen om eerst te betalen en vervolgens ga ik jou die producten leveren. Net andersom. Maar dit kan dus natuurlijk ook voorkomen en dat zien we hier terugkomen als deferred revenue. We zien commercial paper, um, dat is eigenlijk natuurlijk ook een, een schuld die je hebt. Namelijk de rente op de leningen die je misschien bent aangegaan. Obligaties misschien wel. Je bent verplicht om daar. Uh, rente op af te betalen of rente te betalen aan misschien wel mensen van wie jij geleend hebt. Nou, dat zien we hier terugkomen voor zo'n bijna 7 miljard. En tenslotte zien we ook nog een post met term debt, oftewel een schuld die je hebt met een bepaalde een vastgestelde afbetalingstermijn. Ook die zien we hier terugkomen voor bijna 10 miljard. Nou, samen al die dingen samen van de current liabilities, die binnen een jaar dus eigenlijk betaald moeten gaan worden, is zo'n 127,5 miljard. Behalve current hebben we ook wederom hier non-current, non-current liabilities, oftewel schulden voor de langere termijn, dingen die nog niet binnen een jaar betaald moeten worden. Misschien heb jij, laten we zeggen in jouw voorbeeld, een hypotheek. Dan heb je bijvoorbeeld een deel dat je de komende 12 maanden moet betalen. Maar als jouw hypotheek nog 14 jaar loopt, heb je ook nog 13 jaar die dus nog na dat jaar gaan. Nou, dat zouden we hier bijvoorbeeld terugzien terug komen. Ook wederom zien we hier een term debt, oftewel oftewel rente op leningen. Bijvoorbeeld op obligaties die je uit hebt gegeven. Waar je dus mensen een vergoeding voor moet geven, omdat je geld van hun leent. En wederom ook een, other, ja, een overige schulden. Wederom een best grote post. En wel wil jammer dat we niet meer specificaties zien. Maar in ieder geval die is zo'n 52,5 miljard waard. De term debt was zo'n 103 miljard waard. Samen zo'n 155. En met de 127,5 van de current, die korter dan een jaar zijn, komt dan de totaal schulden, de total liabilities, uit op 283 uh, miljard in het geval van Apple. Dat is nog niet hetzelfde als de 350 miljard aan bezittingen. Dus zien we hieronder nog een keer de shareholders' equity in het Engels. Dat is eigenlijk het vermogen van de aandeelhouder. Het is eigenlijk een sluitpost. Um, de 350 die we aan bezittingen zagen. Min deze twee betekent dat dit eigenlijk een andere waarde vertegenwoordigt. Dat moet namelijk wel in balans zijn. De rechterkant moet even groot zijn als de linkerkant. Wat zien we hier dan eigenlijk? Shareholders' equity, ook wel vaak de book value van een bedrijf genoemd, is eigenlijk het vermogen, het geld dat aandeelhouders in het bedrijf hebben zitten. om het bedrijf ook vooral draaiende te houden. Uh, wat we hier zien zijn bijvoorbeeld de aandelen zelf. Je ziet dan wel dat ze. Uit zijn gegeven tegen een heel klein bedrag per aandeel. Maar dit vertegenwoordigt uh, zo'n 61 miljard in totaal. Het is dus anders dan de prijs die je betaalt op de beurs van een aandeel. Want dat is op basis van vraag en aanbod. Hier zien we dat um, ja, de aandelen maar 600, of nee, 61 miljard waard zijn. Terwijl Apple op de beurs honderden, bijna 2000 miljard waard is bijvoorbeeld. Dus dat is een ander beeld. Het heeft natuurlijk ook met een andere waardering, zien we hier. Dan zien we ook retained earnings en dat is eigenlijk de ingehouden winst. Apple maakt natuurlijk, maakt natuurlijk, niet per se natuurlijk, maar Apple, het geval, maakt winst. Maken heel veel winst. Ze kunnen er dan voor kiezen om die winst bijvoorbeeld te investeren in hun eigen bedrijf. In de research en development zoals we eerder zagen. Uh, je kunt het investeren in andere bedrijven over te nemen. Je kunt het investeren door aandelen op te kopen. Je kunt het investeren door dividend uit te keren aan je aandeelhouders. Maar als je al die dingen hebt gedaan, of misschien bij die dingen niet van plan, maar je wilt zelf het geld vasthouden, dan zien we dat hier terugkomen en komt het dus te staan onder de retained earnings, zo'n 12,7 miljard. Dit is dus eigenlijk winst die ze al hebben gemaakt, maar die waar ze eigenlijk niet echt iets mee hebben gedaan. En aan, op basis van deze post kun je dus ook, vooral als je gaat vergelijken met eerdere kwartalen, zien van oh, ze hebben best wel een gedeelte van de winst ingehouden, niets mee gedaan. Is misschien wel een positief teken. Ze kunnen het gebruiken voor een overname de komende tijd. Als het een keer tegen zit, kunnen ze hier weer wat uithalen. Hoeven ze niet opnieuw geld op te halen bij aandeelhouders bijvoorbeeld. Dus, vaak zul je zien hoe groter dit bedrag is. Dat het eigenlijk al een positief teken is van het bedrijf. Dat ze ondanks dat ze dividend kunnen uitkeren, aandelen kunnen opkopen, ze toch nog steeds geld over hebben. Dat ze achter de hand houden voor misschien wel wat moeilijkere periodes. Vervolgens zien we ook nog de ongerealiseerde winst of verlies eventueel. En in dit geval is het een verlies. In een video van Amazon heb ik dat laatst. Was dat heel duidelijk. Amazon heeft al vrij vroeg geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in het bedrijf Rivian. Dat ging toen naar de beurs. Misschien heeft. Apple of Amazon zich ingekocht voor 10 euro per aandeel bijvoorbeeld, of 10 dollar per aandeel van Rivian. Het ging vervolgens naar de beurs. Werd 170 dollar per aandeel waard op een gegeven moment. Dan heb je eigenlijk een winst, maar die heb je nog niet echt, want je hebt nog niet verkocht. Dus het is een ongerealiseerde winst. Dat was in dat kwartaal heel positief. Na de rand ging het heel slecht met het aandeel van Rivian ging van 170 naar 20 dollar. En op dat moment heb je het nog steeds in handen. Je hebt het nog niet verkocht. Maar dan heb je juist misschien te maken met een ongerealiseerd verlies. En dat zien we dan hier juist terugkomen. Nou, in totaal komt dat neer op zo'n 67,4 miljard aan shareholders equity. En pakken we daar de 283 uh, miljard die we aan andere schulden hadden komen we uit op die 350 miljard. En dat is dus hetzelfde bedrag als aan de linkerkant stond, de Activa, oftewel de bezittingen van Apple. En hiermee hebben we dan de balans van het aandeel of het bedrijf Apple in dit geval bekeken. Je ziet dus dat een balans ook echt in balans is. De bezittingen zijn even groot als de schuld en je kunt precies zien of het kortlopende schulden zijn, langlopende schulden, bezittingen voor de korte termijn of voor de lange termijn. En je kunt precies ook zien hoe elk onderdeel is of hoe zich het heeft verhouden ten opzichte van andere periodes. We zagen hier al iets meer informatie dan bij de resultatenrekening, maar ook hier kunnen we uit relatief weinig informatie ooit best wel veel afleiden, veel informatie uithalen die interessant is voor jou. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld heel veel schulden ten opzichte van de echte bezittingen die ze hebben, of zijn ze bijna schuldenvrij, bijvoorbeeld? Hebben ze heel veel schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost, of juist heel veel schulden voor op de lange termijn? Als een bedrijf niet heel veel geld per jaar overhoudt, maar het komende jaar wel heel veel schulden moet aflossen. Kan dat best wel een behoorlijk probleem worden? Of ze moeten een manier vinden om opnieuw geld op te halen, schulden aan te gaan, maar dan voor de lange termijn. En de balans die we dan in dit geval zagen, dat is eigenlijk altijd de momentopname. Je kunt de balans op ieder moment uitdraaien. En vaak zal dat overeenkomen met de, met de dagen die je ziet. Dat de cijfers gerapporteerd worden. In dit geval was het volgens mij 26 maart. Maar in ieder geval op dat moment zag de balans er zo uit. Als je een uur, een dag, een week later dezelfde balans uitdraait, zal, de de cijfers, zal er een totaal ander beeld ontstaan. Omdat je misschien andere aankopen hebt gedaan, nieuwe bezittingen hebt of misschien juist wel schulden hebt afgelost. En wil je nou nog beginnen met beleggen en ben je op zoek naar een broker? Kijk dan bijvoorbeeld naar de Giro of naar Bux. Beide brokers hebben op dit moment ook een actie voor nieuwe klanten. Maak gebruik van mijn affiliate link onder de video. Op die manier ontvang ik een kleine vergoeding, maar kun jij gebruik maken van de actie die ze hebben voor nieuwe klanten? En ben je op zoek naar meer informatie en wil je aandelen verder analyseren, onderzoeken en waarderen? Kijk dan naar beleggertools.nl, de website die ik heb gemaakt voor beleggers zoals jou om jou te helpen in je onderzoek. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Heb je nog vragen, tips, opmerkingen of andere feedback? Laat het vooral weten in de reacties onder de video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je in de toekomst niets missen, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder de video. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.